Even terug in de tijd. Anderhalve week geleden werden de plannen voor een opvang gepresenteerd. 25 verslaafde zwervers met psychiatrische problemen zouden hier komen te wonen, vlakbij verschillende scholen. Maar afgelopen weekend brandde het pand af. De politie onderzoekt nog of de brand is aangestoken. Het besluit over de plek van de opvang stond al vast en was een voldongen feit. Dit had voorkomen kunnen worden. Door te overleggen met de bewoners. Door van tevoren met de bewoners te overleggen. Bewoners hadden geen inspraak en zelfs de wijkraad van wijk De Kruiskamp, toch de officiële vertegenwoordiging van de wijk, werd niet geraadpleegd. Laat ik diplomatiek het aanpakken en zeggen dat ik het niet netjes vind. Wat vindt u nou het ergste? Dat er nou geen overleg is gevoerd van tevoren of hoe het nou is afgelopen? Als ik heel eerlijk ben, is het hoe het af is gelopen. Gelukkig zijn er geen slachtoffers bijgevallen, maar dat neemt niet weg dat dit toch iemand een daad is geweest die niet namens West spreekt. Hier achter mij op het stadhuis van Den Bosch is het angstvallig stil. De burgemeester heeft al gezegd dat hij pas morgenavond weer iets wil zeggen. Als er een debat heeft plaatsgevonden tussen het college van burgemeester en wethouders, dat het besluit heeft genomen van die opvang, en de gemeenteraad. En de verantwoordelijk wethouder die is totaal niet te bereiken vandaag. Politieke partijen in Den Bosch hebben al laten weten dat ze het niet van deze tijd vinden hoe het gelopen is. Zowel de oppositie als coalitiepartijen zijn ontevreden. Bosbelang gaat zelfs een motie indienen tegen de verantwoordelijk wethouder Jetty Euster. Motie van afkeuring. En iedereen weet dat een motie van het vertrouwen opzeggen veel zwaarder is, want dan moet een wethouder weg. Het kan zijn dat we die kant op schuiven. Morgenavond om 7 uur mag de wijkraad het college en de gemeenteraad toespreken. En dan begint het debat.